Herodotus boek 1, paragraaf 9.1. Herodotus vertelt het verhaal over Gicus en Candaules in boek 1, paragraaf 8 tot en met 13. In paragraaf 8 heeft koning Candaules zojuist verteld dat Gicus de koningin naakt moet bekijken om te zien hoe mooi zij wel niet is. Gicus heeft gelijk geprotesteerd. Nu, in paragraaf 9, probeert Candaules hem gerust te stellen. Paragraaf 9 begint met homen. Hiermee wordt Gicus bedoeld. Met men wordt aangegeven dat er een tegenstelling volgt. En die begint met, wordt ingeluid door het partikel de. De, daarmee wordt Candaules bedoeld, maar we beginnen met homen, Gicus. Gicus legon, zeggend toyauta, dergelijke dingen, dergelijke woorden. Daarmee wordt gerefereerd naar de woorden die hij in paragraaf 8 heeft gesproken. Ab e mageto, een imperfectum. Hij protesteerde. Het imperfectum geeft aan dat het een poging is. En dan noemen we het een conatief imperfectum. Maar het kan ook een herhaling, een iteratief imperfectum aanduiden. Een poging, hij probeert te protesteren. Of een herhaling, hij protesteert steeds weer gedurende de dag. Hein van Dole heeft voor de vertaling, zo deed hij een vertwijfelde poging. En ook daar zie je dus in de vertaling het imperfectum terugkomen. Waarom hij protesteert, volgt met een participium. Arodeon, vrezend, en dan me. Na een werkwoord van vrezen, vertaal je met dat. Vrezend dat. Hoi is weer een dativus enkelvoud. Hoi is gelijk aan autoi. Dat voor hem ex autoon uit deze dingen, dus uit het bekijken van de koningin, genetai kakon. Ti kakon congrueert met elkaar. Ti heeft in dit geval een accent, omdat zowel hoi, ex als au geen accent hebben. En dan staan er vier woorden, vier lettergrepen zonder accent achter elkaar en dat kan niet. Dan krijgt de eerste daarvan een accent. Die congrueert met kakon, iets slechts. En dat is ook het onderwerp van de zin. Vrezen dat voor hem uit deze dingen iets slechts zou overkomen. Hode, nou, daarmee wordt Candaules bedoeld. Maar de ander, maar hij, aan mij hij antwoorden, toisde. En dat verwijst naar de woorden die volgen. Met de volgende woorden. Tar zei, Gugge, wees gerust, Gicus, tar zei is een imperativus, Gugge, een vocativus. Kai me fobui, met de fobui, het staat in het kader. Fobui is gelijk aan fobu. Fobu is een samentrekking uit fobezo, sigma is weggevallen. Fobeo is in het attisch samengetrokken tot fobu. Bij Herodotus zien we vaak dat de eo-klank wordt samengetrokken tot ui. Wees gerust, Gicus, en wees niet bang. En dan zijn er twee personen waar Gicus bang voor zou kunnen zijn. Mete eme, nog voor mij. En mete gunoika ten emen, nog voor mijn vrouw. Bij elk geeft Candaules een reden waarom Gicus bang zou kunnen zijn. In de bijzin die begint met hoos, legt Candaules uit dat het geen valstrik is. Hoos heeft hier een accent, omdat er twee lettergrepen zonder accent volgen. Dan staan er drie onbeklemtoonde woorden achter elkaar en dat kan niet in het Grieks. En in deze zin is het hoos lego, is de persoonsvorm, alsof ik zeg, logon tonde, alsof ik dit woord zeg, sui pai romenos. Op de proef stellend, wie je op de proef stelt staat in de genitivus en sui is de genitivus enkelvoud, die is in het kader, zie je dat ook, sui is gelijk aan su in het attisch. Vervolgens zegt hij dat er niks te vrezen is van zijn vrouw. Wederom me, na een werkwoord van vrezen, dat je in gedachten moet aanvullen. En wees nog bang voor mijn vrouw, dat
me na een werkwoord van vrezen betekent dat. En dan weer ti met accent, omdat er weer drie lettergrepen volgen zonder accent. Ti congrueert hier met blabos, dat een onheil, een schade, genetai komt ex autes, vanuit haar, zooi voor jou. Dat legt hij dan vervolgens in een garzin uit. In de zin is argen voorop geplaatst. Argen staat voorop voor emphasis, voor nadruk. Om te beginnen, in elk geval, want ik zal ego me genezomai, een futurum eerste persoon enkelvoud, want ik zal het in elk geval zo regelen, hosten dat. En na hosten volgt een infinitivus of een ACI en dat drukt een gevolg uit, zodat. Matijn is de infinitivus aoristus, zodat niet bemerkt, niet leert. En min is dan de subjectaccusativus, dat zij niet bemerkt. Hup of tijzan is een participium aoristus, passief. Bekeken worden, dat zij niet bemerkt, dat zij wordt bekeken, hyposu, door jou. In paragraaf 9.2 ontvouwt dan het plan. Begin met ego. Ik. Kandaules is de handelende persoon en zet zichzelf dus ook voorop. Want ik, en dan hebben we sterzo, de persoonsvorm helemaal achteraan. Ik zal doen staan, ze, jou, en waar hij hem zal doen staan, esto oikema, in het vertrek. Het vertrek wordt nog verder aangeduid met een betrekkelijke bijzin, en toi koinomata. En toi is gelijk aan en hoi. Toi wordt hier gebruikt als een betrekkelijk voornaamwoord. Het vertrek waarin wij slapen. Opiste, achter. Tes, duur is achter de deur, en bij de deur wordt nog verteld dat die aan oigomenes is geopend. Dit is een raar gebruik van het participium proisens van aan oignumi. Herodotus gebruikt vaker een participium proisens in plaats van een participium van de verleden tijd. En de deur stond open voor licht en lucht. Dit is één deel van een dubbele deur. Dus daarin vertelt hij waar hij zich moet opstellen en vervolgens vertelt hij meta de eme en na mij, es el tonta, nadat ik binnen ben gekomen, autica meteen, parestai. Parestai is van paremi, aanwezig zijn, dit is een futurum derde persoon enkelvoud, zal aanwezig zijn, kai ook, he gune he eme. Ook mijn vrouw, es koiton. Ja, koiton is het bed. Koitos betekent bed. En hier wordt dan bedoeld om te gaan slapen. Keitai de angutes esoldu tronos. Tronos is het onderwerp van de zin. Keitai de persoonsvorm. Er staat een tronos. Tronos is normaal gesproken een troon van koningen, priesters of rechters. Hier wordt een gewone stoel bedoeld. Er staat een stoel, angnu, plus genitivus, dichtbij tes esoldu, dichtbij de deur. Epitouton, op deze, daarmee wordt de stoel bedoeld. Tezij, op deze zal zij leggen, toon himation van haar kleren, een genitivus meervoud, kata hen hekaston, ieder, één voor één. Ek du nusa, terwijl zij ze uittrekt, een participium praesens actief. Nominativus enkelvoud verwijst dus naar he gune. Kai en par ek zij, futurum derde persoon enkelvoud actief, indicativus, en zij zal verschaffen. Toi is gelijk aan zoi, aan jou, teje zastai,
Theazastai is een infinitivus aoristus medium van Theaomai om te bekijken. En zij zal verschaffen, iets van gelegenheid moet je aanvullen, om te bekijken, houden we dit stukje nog over, dat Eschien Pollen in alle rust. In 9,3 wordt dan het belangrijkste deel van het plan beschreven. Giges moet de slaapkamer nog uit. Erpean, er volgt een bijzin met twee voorwaarden. Wanneer, nou, plus een conjunctivus, stigai is een conjunctivus en gunai de tweede conjunctivus. Stigai is een derde persoon enkelvoud. Het onderwerp daarvan is de vrouw. Wanneer zij gaat, apo to tronu, vanaf de stoel, epiten einuinen en naar het bed, gunai. Dat is een tweede persoon enkelvoud. Onderwerp daarvan is giges. Te achter een woord is hetzelfde als kai ervoor. In dit geval moeten we het zelfs voor kata zetten. En gunai en jij bent kata no tu autes en jij bent achter haar rug. Zoals dat aan de hand is, soi voor jou en dan me le to to is een derde persoon enkelvoud imperativus. Is het zaak, is het voor jou zaak to en tuiten vanaf dat moment dat beschreven is in deze bijzin. Vanaf dat moment is het voor jou zaak om ervoor te zorgen, hokko's me, op dat niet, op ze toi, zij zal zien. Ze, jou. En bij dat jou komt nog een participium present. Terwijl je gaat diaturion door de deur.